Kijken weer een gloednieuwe vlog. En dit zal voor jullie waarschijnlijk een hele rare inkomer zijn van deze vlog. Want ik ga jullie even laten zien. Jullie zien het goed. Het is donker. En dan denk je van, zo, ik zal even die lamp iets meer omhoog zetten. En nu denk je van, wat is er in godsnaam gebeurd dat jij de vlog in het donker begint? Nou, dat kan ik jullie haar van uitleggen. Het is gisteravond / vannacht erg laat geworden. Dus ik was vandaag sowieso wat later uit mijn bed. En ik heb even een heel... Ja, ik zal niet te dichtbij komen om dat te gaan filmen. Er staan ook een paar belastingdingen en zo tussen. Maar ik heb daar een to-do-lijstje op mijn whiteboard staan. En ik heb heel wat dingen af kunnen strepen vandaag. Ik heb heel wat dingen gedaan. Het enige wat ik nog af wil strepen voordat ik wegga. Want ik denk dat jullie in het voorstukje al hebben gezien dat ik vanavond een feestje heb. Dus, maar dat is iets voor straks. Maar voordat ik daarheen ga... Ik denk dat we rond 9 uur weggaan. Het is nu 8:15. En in principe ben ik al ready. Ik hoef alleen mijn jas en mijn schoenen aan te trekken en dan kunnen we gaan. Maar ik wil eigenlijk nog even de boel schoonmaken. Want ik zeg de hele week dat ik het hier ga schoonmaken. Is de hele week er niet van gekomen. En ik denk, vandaag ben ik zo goed bezig met alle dingen afstrepen van de to-do-list. Ik denk, dan moet ik dit ook maar gaan doen. Ik weet het, soms ontkom je er gewoon niet aan. Soms moet je gewoon beloftes maken naar jezelf. Van, ga je het nou doen, ja of nee? Want het is ook echt een rotzooi. Dus ik ga op zijn minst even opruimen. Haal de stofzuiger er even langs. En dan kunnen we er weer tegenaan voor een paar dagen. Maar ja. Ik moet er gewoon niet aan toegeven. Ik weet niet wat ik word. Wat word ik? Oud? Lui? Ik weet het niet. Ja jongens, soms heb je er van die dagen tussen zitten dat je gewoon niet zoveel kan inplannen voor de vlog. Want vandaag stond er sowieso niet zoveel op de planning. Dus was ik van plan om inderdaad al dit soort dingen te doen. Maar ja, zo kan ik de ene dag op een jetski op het IJsselmeer varen. En de andere dag zit je thuis achter de laptop en ga je even de boel opruimen voordat je naar een feestje gaat. Maar ja, dat hoort erbij. Hoort bij het leven. Dat heeft iedereen. Ik ben een dagelijks vlogger, dus jullie volgen mijn dagelijks leven. En in het dagelijks leven hoort het er ook bij. Je scheids lekker op te ruimen, dus dat hoort erbij. Ja la la la, ja la 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 la. Ja la 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 la. Ik word ook gewoon helemaal onrustig als het een rotzooi is. Ik word daar een soort van... Hoe noem je dat? Ik ben af en toe echt een huisvrouw. Ik had geen man moeten worden. Ik word gewoon onrustig van rotzooi. Dat is toch niet goed? Ik ben een man. Ik hoor onrustig te worden van motoren en bier. Dat heb ik ook. Maar ik heb ook huishoudelijk geweld. Wat? Huishoudelijke troep. En dat hoort niet. Want mannen zijn lui en horen er een teringzooi van te maken. En dat doe ik ook wel, maar ik ruim het ook zelf op. Dus ik heb eigenlijk een vriendin nodig. Dus slide met hem. En dan is het nu tijd voor het grote geschut. De stofzuiger. G1000. Of ik weet het is een 1000, maar ik weet eigenlijk niet wat voor model is dit. Ik zou het niet weten, als hij maar zuigt. Goed. Ik duw even het kopstukje van mijn stofzuiger terug in de kast. Ik zie deze liggen. Maar wat ik ook zie liggen, en dat wil ik even aan jullie vragen. Kijk, ik heb hier ook nog, ik pak er nu even twee, want anders maak ik ze heel veel lawaai. Maar ik heb nog een aantal zakken met 50 ballonnen liggen. Ik denk dat er in totaal zijn het er weer een paar honderd. Hebben jullie nog ideeën met 500 ballonnen? Ik heb toen de tijd 500 ballonnen in mijn auto gedaan. Nou, dat was het idee. Uiteindelijk waren het er iets meer dan 100, want meer past er gewoon niet. Maar ik heb dus nog heel veel ballonnen over. Dus mochten jullie ideeën hebben om met die ballonnen te doen, laat het even weten in de comments. Oh jongens, ik heb al de hele dag hetzelfde liedje in mijn hoofd. Komt ie aan. And I think to myself. What a wonderful world. What a wonderful world. Zo, ja, dat is niet helemaal goed voor de keel, maar het ging wel goed. Ik leef nog. Maar goed, nu dat liedje inmiddels een beetje aan mijn hoofd aan het wegtrekken is het voor mij tijd om de fiets te gaan vangen. Om de fiets te gaan pakken, want ik heb vanavond dus een feestje. Jens is al naar mij toe onderweg. Die is op de fiets hier naartoe onderweg. En nu denken jullie, die woont toch in Alkmaar. Maar zijn ouderlijk huis is hier 5 minuten vandaan. Daar slaapt hij vanavond. Dus die heeft zijn fiets gepakt. Ik ga alvast buiten staan. En dan pikken we Rowan op en dan gaan we lekker naar de party. Het is een zootje, zei ik weer, dus ik weet niet of ik buiten aan het filmen ben of dat het in één keer van hier naar het feestje is, maar dat gaan jullie nu zien. Hey, mannetje! Daar zijn we. Wacht, we moeten even draaien voor het licht. We hebben een fiets al gehad, dat is ongelooflijk. Nou, ik dacht echt dat ik aan het sterven was. Ja, het stormt echt knijterhard. Alles is
tegen. Vervelend. Het was gewoon zo naar. Maar we hebben het overleefd. We hebben het overleefd. Ja, absoluut. We hebben een lekker biertje. Dus dat gaat helemaal goed. En ik heb vernomen dat vrienden van ons, er staat een hele bandinstallatie, zeg maar. En ik ga zo meteen spelen. Ja, ik ben benieuwd. De jongens hier achter mij hebben met z'n vieren heel hard gerepeteerd het afgelopen jaar. Die zijn heel lang bezig geweest. Speciaal voor vanavond. Dus mag ik een hartelijk welkom applaus voor de jongens van Variabel. We moeten even een kleine gitaarwissel doen. Maar ja, zoals al Luc gezegd heeft, wij zijn Variabel. En wij gaan een stukje muziek voor jullie spelen. Althans, poging doen tot. En ja, we zijn eigenlijk begonnen in coronatijd. Omdat we ja, tijd over hadden en al heel lang zeiden met een biertje op. Van we gaan een bandje beginnen. Nou ja, nu eindelijk een keer de eerste optreden. Met bloed, zweet en tranen geoefend iedere week. Of ik zin heb in een sigaret. Het is 2:00 s'nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad. En niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn. En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Een schemering. De radio zacht. Maar deze nacht heeft alles wat ik van de nacht verwacht. Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet. Wow, 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 en ik hou alleen nog maar van jou. Wow, wow, en ik hou alleen nog maar van jou. Zie al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Korrevlees. Lay up by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. Have you a bit of pain? Je verrekt je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit de tekst thuis doet, weet ik niet. Want Christian, jouw schuld op. Let a midnight special shine a light on me. Throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Zag ik je lopen en ik ben heel erg zacht, wel lekker raar.
Dus ik kom op die van je nu weer dansen. Ik ben de slagdroom en jij het stukje tijd. Oké, we gaan met z'n allen zakken. Zakken. Oh, mensen achterin, kom op. Zakken. Kun je het gewoon zien, hoor. Zakken. Doe mij een toppetje en een vriezer ananas. En doe er ook maar een dubbele whisky bij. Tot vanavond gaan alle nummer los. En we dansen, we zingen, zijn toch aan het eind. En een toppetje. Blad heet in het muziekhof van Christian. Dat betekende wel dat dit nummer in je blote barst moet. Dit is gewoon alles geven. Dat geldt voor iedereen. Oh fuck, oh nee! Oh nee! Dan velen van ons, hebben ik voornamelijk en een beetje Luc Zeeuwen besloten om Axel met de tondeuze mijn haar af te laten scheren en die van de man hiernaast. Omdat het kan. Heel leuk dit. Ben je deel zeker? Ja. Ja? Wat een spek dat je doet. Kom maar. Oh! Oh, maar je doet alleen die inhammer. Je doet alleen die inhammer. Nee, joh. Oh, ja, nou. Ik heb nog niks gezien. Het is echt heel erg. Kan ik nog naar huis, joh? Nee, Luc, dit komt goed. Het groeit weer terug. Het groeit weer terug. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Het is half klaar, dus het ziet er niet uit. Het maakt ook echt. Maar er blijven ook allemaal plukjes zitten, gewoon. Ik heb een feun mee. Oh ja, nu pakt hij ze wel. Ja, mag het licht uit? Het mooiste is. Ja, het is fantastisch. Wat zeg je nou? Holy fuck. Oh, nee. Dat kan mag niet in de vlog. Maar het mooiste aan dit is, ik ben niet alleen. En dat, het maakt me eigenlijk niet zo blij. Ik ben gewoon ziek is en naar huis gaat. Ja, nou, je bent een lekker ding. Wacht, even draaien voor het licht. Voor het licht, nee. Het staat je best wel. Hey, jij wilde niet. Nee, ik wilde niet. Ja, nou heb je voor gedaan, maar ik wilde echt niet. Misschien ooit nog. Even de before. Is de before. Kom op, man. Ik kom goed.
Ik zie het valt echt mee. Timo's baard mag wel af. Nee. Dat is mijn enige mogelijkheid. Ga maar huilen. Dit is wel erg hoor. Nee, het is niet erg, het is niet erg. Het is een tijdje dat jullie samen een dans moeten doen. Ik ben echt zo leuk om te doen. Ja, snap je. Ik ben echt zo leuk. Fucking nice. Ik ben impressed.